Met een aangrijpende documentaire stond het Haagse brandweerkorps onlangs stil bij de dood van twee brandweermannen en twee arrestanten. Op eerste kerstdag was het precies 30 jaar geleden dat zij omkwamen bij een brand in een cellencomplex in Den Haag. Aan de telefoon Martin Evers, hij is plaatsvervangend commandant van brandweer Haaglanden. Goedenavond. Goedenavond. We gaan terug naar eerste kerstdag 1987. De bemanning van de brandweerkazerne Archipel werd op pad gestuurd. Wat voor melding kregen zij precies door? Zij waren net begonnen met het kerstdiner en zij kregen een alarmering voor een automatisch brandalarm op het hoofdbureau van politie aan de burgemeester Patijnlaan. De ploeg rukte uit en kreeg al meteen te maken met een bijzonderheid ter plekke, heb ik begrepen. Aanrijden via de achterkant, vertelde een voormalig bevelvoerder van de brandweer. Ja, meneer Evers, kunt u eens vertellen wat zich vervolgens daar ontvouwde? Ja, de normale aanrijroute voor dat object was gewoon aan de voorzijde, aan de burgemeester Patijnlaan. En al tijdens de uitruk, die heel kort is, want de afstand van de brandweerkazerne naar het politiebureau is heel kort, kreeg ze te horen dat ze moesten aanrijden aan de achterzijde. Toen ze daar aankwamen, werden ze aangesproken door een politiecollega dat er echt brand zou zijn. In het cellencomplex, in het politiegebouw al daar. En al heel snel bleek ook dat er 18 mensen vermist waren. Dan moet de aanpak natuurlijk direct gericht zijn op het proberen te redden van die 18 personen. Ja. En die zitten natuurlijk opgesloten. En wij willen ze eruit hebben dan. Ja, hoe doe je dat? Krijg je dan kregen jullie in die tijd een sleutelbos mee en ga het maar proberen? Dat lijkt me een onmogelijke opgave. Ja, dat is ook bijna een onmogelijke opgave. En je krijgt een sleutelbos mee. Je hebt een basale plattegrond van het pand. Eén stuks. Op papier. Het was 1987. Doe je best. Uiteindelijk hebben ze heel veel mensen gelukkig kunnen redden, die brandweermannen. Helaas zijn er twee arrestanten overleden. En zijn er ook twee brandweermensen overleden. Ja, wat is er die dag misgegaan dat het tweetal collega's van jullie de weg eigenlijk niet meer kon terugvinden? Ja, er zijn er twee die ons dat niet meer kunnen vertellen. Dan zouden we het zeker weten. Ja. Uit de reconstructie blijkt dat zij bij het doorzoeken van het cellencomplex op de terugweg waarschijnlijk één deur te vroeg zijn doorgegaan. Ze zijn toen in een doodlopend gangetje terechtgekomen, wat uitkwam op een ruimte die ze zijn binnengegaan. De deur van die ruimte is achter ze dichtgevallen. Is in het slot gevallen en had aan de binnenkant geen ontgrendeling van dat slot. Die collega's liepen met ademlucht op. Dat cellencomplex dat stond dik onder de rook. Er zijn ook twee arrestanten om het leven gekomen die avond. En op een gegeven moment hebben ze geprobeerd die ruimte weer uit te komen. Dat is niet gelukt. Want ook de ramen aan de buitenzijde waren van het cellencomplex uiteraard niet te openen. Op een gegeven moment raakt dan die ademlucht op. En dan laat zich raden wat er dan met je gebeurt. Dan kom je door verstikking om het leven. Ja, en dat is natuurlijk een verschrikkelijk einde. Vreselijk, vreselijk. En dat moet ook duidelijk zijn geworden bij de collega's die natuurlijk buiten stonden. Hè? Dat het duurde maar. Uiteindelijk raak je natuurlijk de communicatie kwijt. En dan besef je dat er natuurlijk iets vreselijks zich heeft afgespeeld daar binnen. Ik kan me voorstellen dat dat een enorme impact moet hebben gehad op de ploeg. En ik denk toch wel het hele korps destijds. Dat heeft een enorme impact gehad. Ik ben in april 1988 bij het korps gaan werken. Ik wist met kerst al dat ik er zou gaan werken. Dat heeft een enorme impact. Brandweerwerk is werk wat je samen doet. Je gaat samen, treed je het gevaar tegemoet en je gaat er vanuit. En daar is ook alles op gericht dat je ook samen weer terugkomt. Ja, en als je dan twee collega's moet missen en niet meer mee terugkrijgt. Ja, dat is echt vreselijk. Ja, een vreselijk incident met hele grote gevolgen. Zijn er sindsdien procedures aangepast om dit in de toekomst te kunnen voorkomen? Ja, behalve procedures hebben we natuurlijk een heleboel nieuwe technieken kunnen invoeren. Procedureel zijn we heel anders gaan kijken naar grote complexe gebouwen zoals een hoofdbureau van politie. Want een hoofdbureau van politie is natuurlijk behalve een kantoor dus voor een deel ook een gevangenis. Maar er zit bijvoorbeeld ook een bedrijfsrestaurant in. Het is heel uitgestrekt. Voor die tijd waren onze oefeningen toch gericht op een woningbrand. We waren net de tijd voorbij van heel veel branden in slooppanden in Molenwijk en Laak. En dat was eigenlijk het standaardwerk. En deze brand heeft ons doen beseffen dat we die grote panden
punt 1 veel beter in kaart moeten hebben. Dat hebben we nu ook letterlijk. Dat we daar met behulp van lijnensystemen wat toen ontwikkeld is en wat nog steeds in gebruik is, onszelf moeten verzekeren van een terugtocht. We hebben inmiddels warmtebeeldcamera's. Die hebben we kort daarna aangeschaft. Die waren er nog maar kort. Die waren eigenlijk toen nog alleen maar vrijgegeven voor militaire doeleinden. Nou, we hebben nu gewoon op iedere tankautosluit in Haaglanden hebben we minimaal 1 warmtebeeldcamera. Zodat je ook gewoon in de rook en in het donker je weg kunt vinden. Inmiddels heeft iedere brandweerman, dat was toen ook niet, een portofoon met een noodknop erop. Dus er is ontzettend veel verbeterd. Dat is door de cellenbrand gekomen, maar dat is natuurlijk ook door de algehele technologische ontwikkeling gekomen. Ik mag u eraan herinneren dat er in 1987, ik geloof dat alleen de commandant een autotelefoon had en verder had niemand die. Dus zo moeten we er ook even naar kijken. En wat er ook vooral verbeterd is, is het besef dat je als je met elkaar naar een brand toe gaat, naar een incident toe gaat, dat het geen kwaad kan om ook even goed te kijken naar, oké, wat ik nu wil gaan doen, hoe risicovol is dat? Welk effect kan ik daarmee behalen? En is het de moeite waard? En is het risico waard om dan die inzet zo te doen? Of doen we het dan toch maar anders? Ja. Dus dat heeft het in die end opgeleverd, gelukkig. Nog even terug naar de brand, naar 1987, tijdens de kerst. In een cel, het was natuurlijk een cellenbrand, daar vind je natuurlijk niet veel. Je hebt een stalen toilet en een bed. Is er ooit bekend geworden hoe die brand zich daar heeft kunnen ontwikkelen? Hoe is die brand ontstaan daar ooit? Die brand is door een 17-jarige ingeslotene aangestoken. Uit frustratie, beddengoed, kleding. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar hoe die brand zich heeft kunnen uitbreiden. En het blijkt dat er in tegenstelling tot uw veronderstelling heel wat meer materiaal aanwezig was dat kon branden. Okay. Dan je zou vermoeden in zo'n complex. Ja. 30 jaar later is er een aangrijpende documentaire gemaakt, een televisiedocumentaire. Wie heeft dat initiatief genomen om dat te gaan doen? Ja, dat initiatief is zo de laatste 2 weken voor de herdenking binnen het korps ontstaan. Daar hebben wij als directie van gezegd, dat moeten we doen. Dat heeft onze afdeling communicatie samen met de personeelsvereniging. Onze personeelsvereniging is echt ook een dragende kracht van dit blijven herdenken. Zijn die dat gaan maken? Het is een prachtig is de verkeerde term. Het is een indrukwekkende documentaire. Ja. Waarin nabestaanden, waarin directe collega's, waaronder één zelfs nog actief is in ons korps, vertellen soms zeer emotioneel over wat zij die avond en nacht hebben meegemaakt. Ja, je zei vanmiddag, ik heb hem onlangs toch nog even weer een keer bekeken, de documentaire. Wat is je nou het meest bijgebleven? Ja, dat is toch wel het diepe verdriet van de nabestaanden. Van de 2 moeders, ieder met hun dochter. Ik ken de dames inmiddels heel erg goed. Ja. Die de moed hebben gehad om zich te laten interviewen voor zo'n documentaire. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat ze gezegd zouden hebben, dank je wel, het is 30 jaar geleden. Ik heb hier heb hier eigenlijk niet zo'n zin meer in. Maar hun moed, ook hun moed om het leven weer op te pakken, dat hebben ze allebei op een heel verschillende manier gedaan. En hun moed om ook bij de herdenking te komen, de mens weer onder ogen te zien, ons weer onder ogen te zien, zich met elkaar verbonden te voelen, dat is wat mij het meeste bijblijft. Knap hoor, ja, absoluut. Respect. Waar kunnen inwoners van Den Haag de documentaire bekijken? Ik ga een heel technisch verhaal vertellen, maar ik ga proberen het simpel te doen. De film is te zien op YouTube. Ja. En de luisteraars weten dat je op YouTube een zoekfunctie hebt. En als je daar de zoekterm Zwarte Kerst invoert, dan kan het bijna niet missen. Of je klikt op Twitter of Facebook even naar de social media van de veiligheidsregio Haaglanden. En dan kom je er vast ook uit. Zouden jullie er ook wat voor voelen als het bijvoorbeeld op de landelijke televisie wordt uitgezonden? Of is dat niet het doel geweest op zich?
Nou, dat is op zich niet het doel geweest. Het doel is eigenlijk geweest een document te maken om vast te leggen, nog één keer vast te leggen wat zo'n vreselijke gebeurtenis heeft betekend voor de nabestaanden. Vooral voor de nabestaanden, voor ons als korps. En we merken ook dat het daardoor een hele verbindende werking heeft. Brandweermannen en vrouwen in heel Nederland moeten erop kunnen vertrouwen dat als hen iets gebeurt in of door de dienst, dat zij en of hun nabestaanden zich gesteund weten door de brandweergemeenschap, de brandweerfamilie noemen wij dat ook wel. En aan die behoefte is voldaan. We hebben erg veel positieve reacties al gehad uit het land, hoewel het net de feestdagen zijn geweest. En dat jullie één familie zijn, dat er saamhorigheid is, één brandweerfamilie, dat bleek wel tijdens een herdenkingsdienst onlangs. Ik heb begrepen dat er ook na zoveel jaren nog steeds behoefte aan is. Hoe zag dit samen zijn er dit jaar uit? We hebben de nabestaanden ontvangen. We hebben de burgemeester van Den Haag ontvangen. Die hebben we even apart ontvangen. Die hebben we kort met elkaar gesproken. Daarna is de herdenking gehouden in het bijzijn van een paar honderd toch wel huidige en oud-collega's. Mensen die er als het ware bij waren. Ja. Die toen bij de brandweer werkten. Die inmiddels tussen de 70 en 85 zijn. Maar die toch iedere 5 jaar weer komen. De burgemeester heeft daar gesproken. Mevrouw Krikke. Onze commandant, mevrouw Liebe, heeft daar gesproken. En de voorzitter van de gepensioneerde afdeling van onze personeelsvereniging heeft daar gesproken. De burgemeester heeft een krans gelegd bij de plaquette die herinnert aan Fred en René. En onze jongste brandwacht in het korps heeft een bloemstuk gelegd bij de plaquette van Karel van Brero. Dat is een brandwacht die in 1952, dat is 2 generaties geleden, is overleden bij een brand aan de Laan van Meerdervoort. Op die manier symboliseerde hij 2 zaken. Namelijk dat wij korpsbreed hun namen zullen blijven noemen. En dat het niet alleen om de namen van Fred en René gaat, maar om de namen van alle collega's die sinds de oprichting van de brandweer Den Haag zijn overleden in de dienst te blijven herinneren. En dat zullen jullie ook gewoon volgend jaar en 31 jaar gewoon blijven doen. Want er is behoefte aan en het is gewoon een respectvolle herdenking die periode. Nou, op deze manier doen wij het iedere 5 jaar. En in een petit comité is er ieder jaar bij de plaquetten van Fred en René wel een korte herdenking. En er liggen in ieder geval ieder jaar op de datum van overlijden van de collega's, of dat nu Fred of René zijn of de anderen, wordt er door zorg van de personeelsvereniging een bloemstuk gelegd wat daar dan een aantal dagen ligt. Om het simpele feit dat wij ook hen niet mogen vergeten. Helder. En dit jaar dus een waardige, indrukwekkende documentaire waarvan je aangeeft, hè, veel respect ook en bewondering voor de nabestaanden die toch maar hebben meegewerkt aan deze documentaire. Dit document ter nagedachtenis en ook wel een beetje ter bewustwording. Meneer Evers, plaatsvervangend commandant van de brandweer Haaglanden. Ik rest mij eigenlijk nog u en de manschap op straat en straks onderweg en richting brand en onrust en waar ze dan ook terecht mogen komen. Een veilige jaarwisseling toe te wensen. Ja, dank u wel. En vooral alle luisteraars een hele veilige jaarwisseling en een gezond en vooral veilig 2018 gewenst.